Van Oeganda tot Curaçao en van Vietnam tot Malawi. In alle uithoeken van de wereld zitten Brabanders met een mooi of bijzonder verhaal. En vanaf komende zaterdag krijgen we dat te zien in het tweede seizoen van Brabant Wereldwijd. De makers zijn Martijn van der Zanden en Rob Deelen. Martijn, je vertelde net al een beetje hoe je die Brabanders vindt. Jullie gaan met ze skypen, hè, om ze te leren kennen. Maar hoe kom je eraan? Hoe melden ze zich bij jullie? Nou, nadat we natuurlijk een eerste seizoen gedaan hebben, melden zich mensen aan. We doen zelf ook actieve oproepjes. En aan de hand daarvan hebben wij een soort van bestand met Brabanders. En dan gaan we skypen en dan is het de vraag van wie heeft het meest interessante verhaal. En is de locatie leuk en hebben ze er zelf zin in en dan gaan we erheen. En hoe gaan die gesprekjes erop via Skype, die kennismakingsgesprekjes? Ja, superleuk. Sommige mensen merk je al heel snel aan van die zijn een beetje cameraschuw. En dan ga je al kijken van is het dan geschikt om daar ook helemaal naartoe te reizen. En andere mensen die vertellen en je voelt meteen van oh, het is een interessant verhaal, daar moeten we naartoe. En soms heb je echt na 5 seconden al van oké, daar gaan we heen, geregeld. En, noem er eens één, een, waarvan je dat meteen dacht? Malawi. Daar zit een vrouw, die heet Remke. En die vertelt heel geboeid. Haar passie is het beschermen van olifanten in een gebied daar waar heel veel olifanten gestroopt worden, doodgeschoten. En die ging daar vol passie in en die was ook echt goed om naar te kijken. En dan denk je gewoon, ja, eigenlijk als je geen beeld hebt buiten haar, dan luister je al naar het verhaal en je hoeft niet eens meer de bossen en de olifanten te vinden. Wij dachten letterlijk tijdens het Skype-gesprek van plak het omgebrabbeld logootje in beeld en het is goed. Ja, het was meteen goed eigenlijk. Maar jullie zijn toch gegaan naar Malawi en jullie hebben ook kennis gemaakt met olifanten. Laten we even kijken. Het is wel bijzonder, of niet Martijn? Ja, daar gaat helemaal nergens over. Ja, we zitten hier echt op 10, 15 meter afstand van een groepje olifanten. Super mooi om te zien. En voor Wim, die ooit eerder door een olifant uit zijn boot is geramd, is het dan ook even schrikken als we net iets te dichtbij een van deze dominante jongens komen. Oei! Oh. Wow, cool. Oei! Oh, oh. Ja, dan heb je niet meer zoveel praatjes, Martijn. Nee, nou, dit was Oeganda. Oeganda, was niet Malawi? Nee. Okay. Malawi zijn we ook dichtbij gekomen, maar gelukkig liep dat allemaal goed af. Dit liep uiteindelijk ook goed af, maar het is wel even schrikken. Ja, zeker zo'n bootje, dat het stelt niet zo heel veel voor en dan voel je je toch wel een beetje klein. Dat was een flinke jongen die op jullie afkwam, Rob. Ja, en onze gids vertelde ook, die is daar eerder geweest. In dat gebied en hij is een keer aangevallen door een olifant. En die olifant rende het water en is met zijn slagtanden door de onderkant van de boot gegaan. En hoe zag hij gisteren? Nee, die zag er nog goed uit, maar die had wel echt schrik voor olifanten daardoor. Ja. En dat was ook degene die zei van, nou de motor aan en wegwezen hier. Jullie zijn op de een of andere manier in contact gekomen met Ivonie. Klopt. De Hilversumse programmamaker. Hoe is dat gegaan? We hebben een aflevering geschoten in Vietnam en dat is een jonge Danny. Hij voetbalt daar voor een heel groot team. Hij is bekend geworden, min of meer bekend geworden in Nederland door de Voetbal International. En Ivonie heeft dat opgepikt. Kwam erachter dat wij er zijn geweest en heeft onze aflevering gebruikt in zijn serie, de tv-show. Want hij was erover te spreken, hè Rob? Ja, hij was super enthousiast. Hij heeft met jullie redactie gebeld om compliment na compliment te geven eigenlijk. En heeft ook Danny weer gecontact om te zeggen hoe geweldig hij het vond. En uiteindelijk zijn wij zelf met Ivonie in contact gekomen. En hij gaat nu een aflevering over ons maken in de Trost TV Show. Dus dat is wel... Jullie komen over wat jullie doen voor Omroep Brabant. Ja. Wat interessant. Ja. En gaan jullie bij hem aan tafel zitten of gaat hij... Hij gaat mee natuurlijk, want hij reist volgens mij ook graag. Het zou leuk zijn met Ivonie op pad. Sowieso wil hij dan een aflevering over ons gaan maken. En in mei gaan we ook gewoon met hem praten en waarschijnlijk over hoe we het doen. Want hij heeft hier ook gevraagd van... Het kan eigenlijk niet dat twee jongens dit met slechts twee mensen maken. Daar heb je een heel team voor nodig en daar wil hij wel het fijne van weten. Ja. Hij is natuurlijk gewend met veel meer mensen op pad te gaan. En hij ziet jullie... Want hoe doen jullie het eigenlijk? Hoe gaan jullie praktisch te werk? Hoe werkt dat bij jullie? Nou, het begint dus met het zoeken van de Brabander. Technisch... Ja, maar dan goed, dan ga je naar Malawi toe of naar Oeganda en dan? Ja, het begint met het boeken van een trip. En eigenlijk wordt vaak gevraagd van hoe doen jullie dat en wie gaat er allemaal mee en waar is jullie team? Het leuke is dat we het gewoon echt met z'n tweeën doen. Dus het boeken van de trip, erheen gaan filmen, de microfoontjes opspelden, montage, eigenlijk alles. Wie van jullie is de filmer of doen jullie het allebei? Ook dat doen we alle twee. Ja.
Echt alles met z'n tweeën. Presenteren, filmen, het geluid, het monteren, eindmix. Ze vragen ons wel eens van hoe kan het dan als jullie samen in beeld zijn? En nou, vaak zetten we een camera ergens in een hoekje op een statiefje neer. Of soms vragen we de Brabander zelf van, hey, kun je even vasthouden? Maar vullen jullie elkaar nog op een bepaalde manier aan? Of? Ja, we hebben wel... In het vorige seizoen wilden we heel erg laten lijken alsof we met een heel team waren. Dus verbloemden we eigenlijk dat we het slechts met z'n tweeën deden. Met z'n tweetjes. En nu hadden we zoiets van, dat moeten ze juist zien. Dus je hoort heel vaak dat Martijn de camera vast heeft en een grap begint te maken waarop ik terugpraat. Dus je hoort dan, oh, Martijn is nu aan het filmen en Rob komt net uit struiken gelopen. Het is wel doorzichtiger geworden hoe jullie het gemaakt hebben. Ja. Maar wel wat meer puur daardoor ook. We hadden het net over Oeganda, hè? Daar hebben jullie die olifant ontmoet. Maar jullie zijn niet alleen op olifant uit geweest, maar jullie hebben natuurlijk ook Brabanders ontmoet. Ja. Een mevrouw uit Eersel, daar hebben we een klein fragmentje van. Eigenwijs. Wauw. Die hebben ze van jou gemaakt. Echt heel leuk, hè? Hoe is dat nou van jou om dat zo te zien? Ja, altijd emotioneel. Ja, dat is altijd... Ja, dat is het moeilijke aan weg zijn. Ja. Ja, het moeilijke is zeg maar niet daar zijn. Ja, dat is gewoon heel raar. En, ja, ik weet ook niet of het ooit weg zou gaan. Ik weet niet of het ooit weg zou gaan. Ja. Zo, altijd goed voor tranen, hè? Want jullie hadden beelden meegenomen van achterblijvers, hè? Van Nederlandse neefjes van deze mevrouw. Ja, zonder dat ze het wisten, hebben we dit seizoen familie of bekenden opgezocht in Brabant. En een filmpje opgenomen. En daar hebben we ze min of meer mee geconfronteerd daar. Jullie hebben het wel, het concept is een klein beetje veranderd, hè, Rob? Ja, sowieso hebben we in plaats van 24 minuten, wordt aan 41 minuten de ruimte. Voorheen gingen we altijd een Brabander interview heel kort en dan zelf het land verkennen. En nu hebben we voortaan zoiets van, we nemen die Brabander mee. We stoppen een vrouw in een piepklein vliegtuigje. We hebben ze in onderzeeërs gestopt in Curaçao. En die emotie die je dan losmaakt, angst, maar ook zenuwen en verdriet af en toe. Dat is gewoon heel erg leuk om te zien. En wat hebben die Brabanders nou allemaal gemeen? Of ze nou, waar ze ook wonen over de hele wereld? Carnaval. Ja. Dat zit er nog steeds in? Allemaal carnaval. Zelfs in Frankrijk ontmoette een vrouw uit Brabant. En die had een man ergens uit het noorden. En die miste carnaval ook. Die was er helemaal in meegegaan. En altijd hoor je weer terug Brabant van Guus Meeuwis. Ja. Altijd Guus Meeuwis ja. En Brabant. Ja. Hoe verder ze van Brabant zijn, hoe harder ze het zingen. Hè? Ja. Dat lied. Ja. Ja. Wat is jullie echt bijgebleven van deze reis? Van deze reizen, moet ik zeggen. Martijn. Ik denk de leuke contacten met de Brabanders. Dat we ze echt geselecteerd hebben op hun verhaal. En daarmee ook gewoon een band hebben opgebouwd. En nog steeds contact hebben met deze mensen. En dat verloopt nog steeds gewoon heel plezierig. Ja, het is natuurlijk een schitterend concept. En het is voor jullie zelf natuurlijk hartstikke leuk om te maken. Is niet, Rob? Ja, het is een droom die uitkomt. En wij proberen hem steeds te verlengen. Het is elk jaar weer spannend natuurlijk. Maar ja, de wereld overreizen met je camera. En daardoor documenten kunnen maken die je hele leven kan blijven kijken. Ja, zeker als we een samenvatting zien en je ziet in één keer alle landen voorbij komen, dan blijft het van bizar voor onszelf eigenlijk. Maar dit concept is natuurlijk eindeloos, want er zijn waarschijnlijk duizenden, zo niet tienduizenden Brabanders die op allerlei gekke plekken wonen. Hier kun je maar mee doorgaan. Ja. We hebben een verlanglijstje ondertussen. Je zou het zelfs voor andere provincies nog kunnen gaan maken. Als je, zou ik iets aan mijn accent moeten doen, denk ik. Anders zou het kunnen. Ja. Bart Nieuwhuis, hebben ze goed voor elkaar, hè? Ja. Ik zeg jouw baan, mijn baan. Ja, even ruilen. Ja, het is heel goed voor elkaar, inderdaad. De hele wereld over. Zij hoeven heel wat minder te piekeren dan de hoofdofficier van justitie, denk ik. Misschien wel. Ja. Is er een land waar je nog eens graag naartoe zou willen? Ik ben er nooit in Afrika geweest. Dus ik zou dat continent wel heel graag een keer willen zien. Ja, zij hebben het gedaan. Ja. Malawi en Oeganda, hè? Ja. Zijn jullie geweest. Ja. Ja. Is aan te raden. Vooral doen. Vooral doen, als het even kan. Goed, ik dank jullie wel. Geen dank. Bedankt voor jullie komst.